Superleuk dat je kijkt naar deze video. Wat gaan we vandaag doen? Mijn broertje die rijdt sinds een week of vier weer paard. Nadat hij denk zeker een jaar of 5, 6 geen paard heeft gereden of niet intensief paard heeft gereden. We zijn nu al een keertje met hem op springwedstrijd geweest. En ik heb hem hier thuis een aantal keer geholpen met springen. Maar ik vind voor hem ook belangrijk dat iemand anders een keer met hem meekijkt. En dat iemand anders hem een keer advies geeft. En dat de paarden ook hier op ander terrein oefenen in plaats van dat ze alleen op ander terrein op wedstrijd zijn, want dat is toch anders. Dus wat gaan we vandaag doen? We hebben met Bianca Schoenmakers hebben we afgesproken op het terrein in Etten-Leur. En daar gaan we vandaag oefenen. Kijk snel met ons mee! Nou, we zijn aangekomen. We hebben Tessa Muren. En de paardjes. Die Kamels is hier met mij al eens een keer geweest. Dus ik ben benieuwd of hij dan nog het herkent of zo. We gaan nu lekker opzadelen. Weet je, normaal doe ik echt een half uur dressuurles. En dan vind ik dat jammer eigenlijk het gebruik van dit parcours. Dus begin vast los te rijden. Kijk, Robin, kom eens hier staan. Kijk, het is een beetje het idee om oorschouder-heuphak te hebben. Kijk, als ik op die manier ben ik altijd in balans. Heb ik niks nodig, hè, weet je, dan blijft het altijd in balans. Jij zit zo, maar als ik dan zonder teugels, kan ik niks. Snap je? Dus als ik dan wil gaan staan, dan moet ik die teugels vastpakken of dat doen. Terwijl als ik zo zit, kan ik alle kanten op. Kan ik verlicht gaan zitten. Als jij gewoon laat longeren en dan zonder teugels. En dan dus licht rijden, verlicht zitten in galop, weer terug gaan zitten. Vanuit de gewoon zitten in galop, weer verlicht gaan zitten. Dan leer jij dus, en ook sprongetjes te maken. Hè, gewoon sprongetjes aan de longeren. Dat hoeft niet zo hoog, maar gewoon cavaletti werk. En eventueel wat hoger als de longeerbak groot genoeg is. Maar dan leer jij je balans te vinden vanuit je lichaam en niet vanuit de hand. Kijken, al naar links kijken. Kijk waar je naartoe gaat, blijf galopperen. Blijf galopperen, blijf galopperen. Goed zo. Meegaan. En rechtuit halt houden. Recht houden, ho, terug zitten. Goed, hand ontspannen als hij stilstaat. En belonen. Robin, kom eens even hier. Met sturen. Ja. Nou heb je dus, hè, die handen heb je nog een beetje hier. En dan doe je met sturen, doe je hand helemaal hier en dan je buitenhand naar voren. Waar je op moet gaan letten is als jij stuurt, de teugels zitten aan het hoofd, dus als je zo doet, stuur jij het hoofd. Maar een paard loopt niet zijn hoofd achterna. De paard kan namelijk zo gewoon rechtuit lopen. Een paard loopt zijn schouder achterna. Dat ding hier voor jou. En buiten teugel, binnenhand is van de hals. Dus niet daarheen, want als je hem daarheen doet, doet jouw paard zijn hoofd daarheen. En die schouder, dan doe je je hand, buitenhand ook naar buiten. Die schouder die gaat lekker die kant op. En daardoor loopt die wending gewoon niet zo lekker. Daardoor remt hij ook in die wending. Moet je heel erg blijven rijden om hem aan de gang te houden. Dus kijken, binnenhand iets van de hals. Sowieso handen voor je, binnenhand iets van de hals. Contact met die buitenkant hebben. Die schouder moet jij voor die achterhand houden. Die schouder breng jij door de wending heen. Kijk waar je naartoe gaat. Buiten teugel erbij. Ja, heel goed. Kijk, dit ziet er veel simpeler uit. Heel goed. En rustig halt houden. Kijken waar je naartoe gaat, Robin. Buiten teugel, buiten been. Oh ja. Mooi meegaan en halt houden. Kijk, er zit een rem op. En hand ontspannen, hè? Dat is heel belangrijk. Als hij dan stilstaat, Robin, dat je hand kunt ontspannen. En dat hij eigenlijk dan niet meteen wegloopt als jij je hand ontspant. Kom daar vanaf de hoefslag af. En rij strak om dat witte puntje heen. Kijk nu waar je heen gaat. Kijken. Strak om dat witte puntje heen. Buiten teugel, buiten been, binnenhand. Nou weer ontspannen. Mooi meegaan. Stilstaan, hand ontspannen. Weer een keer begrenzen, weer ontspannen. Dan belonen. Goed zo. Ja, mooie. Op mijn broek. Niet te veel tegen gaan houden voor de sprong, hè? Teugels voor handen voor je hebben. Handen voor je. Kijk, dit is veel beter. Heel goed. Been iets eraan als je halt gaat houden. En weer hand ontspannen. Prima. Dan gaan we vandaag ook het parcours doen. En het is eigenlijk heel belangrijk dat je heel de weg lekker voorwaarts galoppeert. Niet hard, maar lekker voorwaarts. Want
als jij dan een misafstand hebt, een beetje een rare afstand, dan kan jouw paard die afstand gewoon oplossen. En dan kan hij jou gewoon helpen. Alleen als jij gaat trekken of heel langzaam gaat rijden, dan heeft hij niks meer om op te lossen. Want dan stoor je hem en dan heeft hij ook... Kijk, je moet dat vergelijken en dat geldt ook voor jou, hè, Tessa. Als ik zeg, spring daar eens over de hek in. Nou, ik kan daar vast wel overheen, dat is een jonge vent, hè. Alleen, dan wil hij een aanloopje nemen. Alleen als ik jouw shirt dan pak en ik loop zo lekker op zijn 30ste met jou mee, dan denk ik, ja, maar godverdomme, ik kan er zo niet over. En dan ben je daar en dan zeg je, ja, ho, dit gaat niet. Dan stop je voor de hek, want je weet dat je anders je nek breekt. En dan geldt hetzelfde voor dat paard. Proberen licht aan de voorkant te blijven en juist alleen maar zelf naar voren willen. Je moet een muurtje maken tussen jouw handen en benen, maar niet remmen. Je moet geen muurtje aan de voorkant maken, je moet muurtjes aan de zijkant maken. Ja? Gewoon doorgaan. Reageert een beetje op het zweepje. Kijken. Rechtuit naar die rechtuit. Kijken naar die witte. Prima. Wilde gaan remmen, ja? Dacht ik gewoon, ik ga niet remmen, ik laat het gewoon los. Ja. Dood op de gladiolen. Nee. Het voordeel is, dit is geen hoogte om dood te gaan. Nee, maar even om te oefenen. Ja, nee, maar zo moet je wel rijden, want zo rijden, zo stoor je jouw paard het min. Als je langzamer gaat, maak je het moeilijker. Kijk, in de training rij ik wel eens langzamer. Ik in een handgalopje om mijn paard wat krachttraining te laten doen. Maar ik kan mijn afstand redelijk vroeg zien en ik kan mijn paard daar redelijk goed in begeleiden. Maar als je die ervaring nog niet hebt en zeker nou dat je een periode gestopt bent, moet jij het hem zo makkelijk mogelijk maken. Paard heeft zelf ogen, hè? Paard kan prima springen zonder jou, hè? Wij kunnen hem helpen, maar wij kunnen hem vooral storen in de sprong. We zijn weer terug van de training met Bianca. Het ging echt heel goed. Ik ben super trots op Robin. Hij deed het echt heel erg goed. Hij deed ook, zag je aan hem heel goed dat hij de instructies van Bianca ook de keer daarna heel goed begreep en oppakte en daarmee verder ging. Ik denk dat ze een hoop geleerd hebben vandaag. Over een maand gaan we weer een keer naar Bianca toe. In de tussentijd moeten we even kijken of we op concours gaan of dat we wachten dat we over een maand eerst weer naar Bianca gaan en dan daarna dat we op concours gaan. Maar ze hebben superveel geleerd en ik ben hartstikke trots op ze. En dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden als ik. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. En bedankt voor het kijken. Doei!